Maar ik liep toch maar eventjes voorzichtig hierheen. Fijn dat u er allemaal bent. Ik heb iedereen al welkom geheten een half uurtje geleden samen met de kinderburgemeester. We hadden gedacht om daar niet op de ijsbaan een speech te gaan houden. Dat was maar heel kort, maar om dat dan hier te doen. En fijn dat u de moeite neemt om daar even bij te zijn. En ja, het thema van de speech is een reis. We gaan allemaal wel eens op reis natuurlijk, vakantie, maar politiek of maatschappelijk kun je ook een reis maken. En daar heb ik het over. Welke reis gaan we als Ede maken in het komende jaar? Welke reis maken we politiek, maatschappelijk? Want ja, nou ja, als je toch eens leest wat het Sociaal Cultureel Planbureau zegt over onze huidige situatie. En dan citeer ik dat. Maatschappelijk onvrede, die is er al jaren. Gele hesjes, coronaprotesten, boerenprotesten. Mensen voelen zich niet gehoord, mensen voelen zich niet gezien, voelen zich gepakt door de politiek, zien geen oplossingen van de politiek voor de onvrede, somberheid, zorgen over inkomen, migratie, asiel, wonen en vooral over de toekomst van de kinderen ook, niet alleen over onszelf. Hoe gaan onze kinderen het hebben in een wereld vol onzekerheid en conflicten? En uit de politiek komt geen gedeelde visie, die blijft technocratisch en regeerakkoorden zijn vastgemetseld. U zult zeggen, ja leuk, ik kom naar een leuk verhaal luisteren, want dit is toch wel uiterst somber. Waar gaat dit verhaal naartoe? Maar dat heeft wel een doel, dus dat gaat u ook horen. Ik denk wel dat die onderwerpen die het Sociaal Cultureel Planbureau noemt heel herkenbaar zijn. De zorg over een aantal problemen. Maar ik zei het al net, ik neem u mee aan de hand van het thema reizen. Dat kennen we allemaal, dat is populair tegenwoordig. En een bekend verhaal is natuurlijk de reis van de Griek Odysseus. Die 20 jaar onderweg was na de inname van Troje om terug naar huis te gaan. En daar moest hij nogal wat doorstaan in die 20 jaar. Reuzen, betovering, nou alles moest hij doorstaan. Kom maar even, Jilva. Ja, ik zocht je al. Sorry. Ja. Dankjewel. Je mag hem gewoon ergens neerleggen. Ja. Ja, ik was bij die reis van Odysseus. Die deed er 20 jaar over om terug te komen. Maar hij maakte heel wat mee. En meer bij ons in de buurt in de 17e eeuw reisden de Hessen uit Hessen in de buurt van Frankfurt. Reisden hier langs, zo over de Ginkel naar de Goudsberg. Ook vaak een weg met obstakels en gevaar. En daar komt ook de naam Hessenweg vandaan. En u zult straks vanaf 6 uur ziet u hiernaast een klank- en lichtspel. Dat heet het Hessenkind. Over die reizen die de Hessen hier vlakbij maakten. En het gezegde luidt. De reis ergens naartoe is belangrijker dan het doel ervan. Gaat het om het doel of gaat het om het reizen? Ik denk wel dat die reis zelf belangrijker is. Odysseus, die na 20 jaar terugkwam, zijn eigen vrouw herkende hem niet eens. Hij was in die 20 jaar helemaal veranderd. Van een machtswellusteling tot, na alles wat hij meegemaakt had, tot een hele gewone sociale man was hij door die reiservaring geworden. En dat is dus de echte reismetafoor. Het gaat om het reizen en niet om het doel. En nu maak ik de stap naar de politiek. Het lijkt wel alsof we in Nederland steeds nieuwe doelen moeten dus nastreven. Minder stikstof, meer woningen, minder energieverbruik, de bestaanszekerheid rammelt, het bestuur deugt niet, is schijnbaar krakkemikkig. Waarom vinden we dat dan, politiek maatschappelijk? Omdat we eigenlijk continu op reis zijn. Maar is dat zo? Het lijkt wel of we vaak alleen op reis zijn. We reizen niet met elkaar in de politiek of in de maatschappij, maar we reizen naast elkaar. Dat is het punt. Op weg, op reis dus, binnen de democratie, vergeten we veel te veel wat we onderweg meemaken en dan raakt dat doel uit zicht. En eigenlijk vinden we dan de reis ondergeschikt. We stellen het doel voorop. We bereiken het doel niet, dus het is allemaal niks. Lukt het niet 1, 2, 3? Gaan we een nieuwe reis plannen? Moet het op een andere manier. Nieuwe reis doen. Hoezo democratie? Misschien was er een andere manier om het doel te bereiken. Even stoppen. Doet u op vakantie ook wel eens. Misschien een omweg maken. Of even een kortere weg. Of misschien is de weg iets langer. Maar uiteindelijk kom je wel bij dat doel. Misschien ben je er wel per ongeluk aan voorbij gereden.
En onderweg raak je dan ook alles kwijt, politiek. Je zelfinzicht, relativering, satire, verrijking, nieuwe houding, dienstbaarheid. En ik zei het al, het einde van de reis van Odysseus, 20 jaar en hij was terug op Ithaca, is het mooiste voorbeeld. Hij wordt niet meer herkend. In die 20 jaar is er zoveel met hem gebeurd. Hij is nog wel dezelfde persoon, maar hij is door die reis totaal veranderd. Ten positieve. Dat heeft de reis met hem gedaan. En ook de politiek kan, nee, de politiek moet leren onderweg van beleid en maatregelen. Geen waterige compromissen die onuitvoerbaar zijn. Als het minder werkt dan we dachten, oh, het werkt niet helemaal goed, kun je het misschien op een of andere manier nog wel een beetje versterken. In plaats van alles overboord te gooien en weer iets nieuws te gaan bedenken. Als iets echt niet lukt, wees open en ga niet gewoon door. Zeg dat het niet gelukt is. Op de valreep van 2023 zette een meerderheid van provinciale staten van Gelderland een streep door een jarenlange oude toezegging over een subsidie. Loopt dit tot een nieuw doel? Een omweg? Dat weten we niet op dit moment. Een reis heeft ook onzekere momenten. Maar 2024 is op reis. Een nieuwe reis. We hebben doelen in Ede, in onze gemeente, met u. Niet naast elkaar, maar met elkaar. Maar ook u, doe dingen samen. Praat met andersdenkenden. Ga op bezoek. Verdiep je in anderen. Weet wat er speelt. Lever eens wat in. Onderken eens vermeende risico's. Stel je open voor ontwikkelingen van buiten. Ik zeg het ook allemaal tegen mezelf. Hè. Ik ben ook gewoon een mens. Oppassen voor dwaallichten. Aanpassen waar nodig. Kijk uit voor die doodlopende weg. Dan bereik je dat doel. Die rechtvaardige samenleving bereik je bijna vanzelf. Daar ben ik van overtuigd. En dat zou ik ons allemaal ook toewensen. Iets luchtigers over het thema reis. We hebben het afgelopen jaar natuurlijk in de gemeente ook een reis afgelegd. Raad, college en bewoners. U ziet daar ook allerlei foto's van hoogtepunten die er geweest zijn dit jaar. Ik zeg hoogtepunten, maar ook dieptepunten, want die zijn er ook op reis. Ik neem u even mee. Verkeer. Laatst zei iemand tegen mij, nou de gemeente Ede die snapt er helemaal geen bal van. Ik woon in die NK-wijk en nou ben je aan een weg bezig. Hoe is dat nou mogelijk? Dat die weg nu pas, ja die weg die had er 5 jaar geleden al moeten liggen. Dat was ook ons plan. Maar dan zeggen mensen, ja maar het moet toch eventjes anders. En vandaar dat je ja, nu met de weg bezig bent. Maar er wordt hard gewerkt. En ik weet, niet iedereen kan dat waarderen, maar je moet er eventjes doorheen. 2 nieuwe woonwijken zijn erbij gekomen in Ede-Oost. Het was lastig en het blijft ook nog eventjes zo. Maar sommige delen van de nieuwe parklaan zijn al helemaal open voor het verkeer. Met honderden nieuwe bomen en zelfs bruggen voor de eekhoorns. Of wat dacht u over reizen gesproken van het nieuwe station? Vanaf 23 februari wordt het nog leuker en prettiger om met de trein van en naar Ede te reizen. Want dan wordt het gloednieuwe station Ede-Wageningen in gebruik genomen. Officieel dan, want u kunt natuurlijk nu ook al gewoon reizen. Over verkeer nog even. Ik kaart het vaker aan. Een iets minder leuke kant. Het is lastig als je even niet door kan. Maar er gebeuren ook heel veel ongelukken in het verkeer. De verkeersveiligheid gaat achteruit in plaats van vooruit. En die trend willen wij als college en ook als gemeenteraad graag keren. Die ongelukken, dodelijke ongelukken, gewonden. Je hoeft het niet altijd zelf te zijn als je te veel gedronken hebt. Je kan ook op een ander botsen. Te hard oprijden, niet opletten in het verkeer. In het najaar zijn we een campagne gestart. Eerst een plan, eerstenplan.nl. U ziet de posters van denk even na. Je kan best gezellig uitgaan, je kan ook wat drinken, maar maak even een plan. Wie rijdt er dan? Edenaren van jong tot oud, van studenten tot voetbalcoach, tot de brandweerman. Die zeggen, maak eerst een plan. Heeft u een plan gemaakt na vanmiddag om ook nog eens wat te doen? Iets anders, van verkeer naar energie. Echt een probleem. Door de hoge prijzen kwam ook de bestaanszekerheid van mensen onder druk te staan. Boodschappen zijn duurder geworden, de energieprijs is omhoog gegaan. Mensen met schulden of die in armoede leven, ook bij ons komen we schrijnende situaties tegen. En samen met maatschappelijke partners, ook hier aanwezig, doen we alles om dat tegen te gaan en wat in onze macht ligt om dat te voorkomen.
Door die stijgende energieprijs zien we wel dat steeds meer mensen en ook u en bedrijven gaan verduurzamen. Wij willen ook helpen om energie te besparen. Met de energieboxen bijvoorbeeld. Met middelen vanuit het Rijk kunnen we verder inzetten op het isoleren van huizen. Zonnepanelen, etc. Dat zetten we allemaal door. Het woord van 2023, dat was netcongestie. Dus het net kan het eenvoudigweg niet meer aan. Je moet maar eens even een stroomkast zien te krijgen. Of een onderstation, zoals dat heet. Moet je jaren op wachten. En de gevolgen voor woningbouw, bewoners en bedrijven, die zijn groot. En bijna niet uit te leggen, vinden wij. Een onverwacht oponthoud van de reis, kun je zeggen. We zijn er als gemeente in Food Valley druk mee bezig. Nieuwe methoden, energiehubs, u gaat er ook meer over horen. Over onderwijs. We investeren niet alleen in zonnepanelen op daken van scholen, maar uiteraard ook in de scholen zelf. Na jaren van plannen opent het Streek aan de bovenbuurt weg. Op een van de foto's heeft u voormalig wethouder Meijer de eerste paal zien slaan. Naast de bestaande school wordt daar een nieuwe school gebouwd. Na de zomer, in het nieuwe gebouw, kunnen de kinderen daar weer naar binnen. En onderwijs is een groot goed. Vanuit de verschillende opvanglocaties proberen we de kinderen zo snel mogelijk naar school te laten gaan. En dat is gelukkig gelukt dit jaar. Ook de kinderen van de Oekraïense vluchtelingen die hebben een plek op school gevonden. En ook kinderen die in de Galvanistraat in de noodopvang zitten, kunnen naar school. Zodat zij ook Nederlands kunnen leren. De schakel, daar was ik nog met de wethouder een tijdje terug. Een school van zogenaamde nieuwkomers die daar de taal leren. Bijzonder om te merken wat de motivatie is. Want taal, dat zien we ook bijvoorbeeld met de Oekraïners die aan het werk gaan en die al redelijk snel de taal beheersen, is echt de sleutel voor integratie. Ik ben trots hoe we in Ede naar elkaar omkijken. En daar heb ik hier ook al voorbeelden van gezien. Niet alleen naar vluchtelingen, maar ook in wijken en in buurten naar mensen die het lastig hebben. We hebben hier wat voor elkaar over. Je mag hier ook jezelf zijn. Een tijdje terug pasten we op de muur van het raadhuis artikel 1 van de grondwet aan. Het belangrijkste artikel wat er is. In de nieuwe tekst zijn de woorden handicap en seksuele gerichtheid als nieuwe non-discriminatiegronden toegevoegd. Belangrijk en waardevol. En hoewel je ergens hoopt dat het eigenlijk niet nodig is, maar helaas vaak nog wel, blijven we ons ook inzetten voor de mensen, de LHBTIQ+ personen. We waren in Ede gastgemeente voor de startconferentie van regenbooggemeente. Maar inclusie is meer dan dat. Een week erop is het kabouterpad geopend. Daar, je zult zeggen, wat is dat nou weer? Maar daar kunnen ook de mensen vanuit Scherenlo bijvoorbeeld met een verstandelijke beperking kunnen dat gebruiken. Een route vol met kleine verrassingen. Zeker een aanrader. Ook daar kan men op reis. Waar we vorig jaar stikstof en landbouw en natuurbehoud bovenaan de agenda hadden staan bij het Rijk, lijkt het erop dat dit onderwerp een beetje weggezakt is. Maar niets is natuurlijk minder waar. We hebben het er op een of andere raadslachtige manier veel minder over. Maar wij moeten in Ede stug blijven doorwerken aan het behoud van onze mooie omgeving. Twee voorbeelden. Kruidenrijk grasland. Het is maar een klein voorbeeld, hè, maar je doet wat. Een groot succes. LTO, Urgenda en de gemeente, wij sloegen de handen ineen. Tientallen boeren doen er aan mee. Beter voor ons, voor de koe, bodem, klimaat en biodiversiteit. Nog een kleine. Bij de landbouwenclave De Ginkel werden poelen aangelegd. Poelen zijn bedoeld om dieren een betere leefomgeving te geven. Zo werken we ook in dat bijzondere gebied aan natuurherstel. Allemaal mooie ontwikkelingen, dames en heren. En ik ga afronden. De een wat intensiever en met meer inhoud en impact dan de ander. Maar allemaal wel de moeite waard. Het is de reis die we gemaakt hebben. Ik heb maar een paar onderwerpen aangeroerd. En de reis die we ook samen gaan maken. En misschien doen wij het als overheid niet altijd goed. Nemen we in uw beleving ook de verkeerde afslag. Dat mag u vinden. Maar ik zou het wel waarderen als we de reis met elkaar in goed overleg kunnen blijven maken. En niet alleen wij vanuit de overheid met u als inwoner, maar ook andersom. En ook u en ik
als inwoners onder elkaar. Ik sluit af. Vrijheid. Dit jaar is het 80ste jaar van de Airborne. Dan staan we in september op de Ginkelse Heide met tienduizenden mensen bij stil. Anderen gaven ons in een enorme opoffering toen vrijheid. En wij hebben met elkaar de dure plicht die vrijheid voor iedereen te waarborgen de komende jaren. Dus eigenlijk is mijn wens voor het komende jaar maar kort. Laten we samen reizen met alle uitdagingen die dat vandaag met zich meebrengt. Laten we luisteren naar de argumenten van anderen. Wees bereid om soms eens iets in te leveren van je standpunt om tot een oplossing te komen. Daar kun je ook van leren. En dat valt niet altijd mee in een tijd waar je eigenlijk gedwongen bent om stelling te nemen. Dus je hebt wat, dat is je mening. En wat die ander zegt, doet er niet zo toe. Het is mijn mening. Lever eens een beetje in. Het kan. Blijf met elkaar in gesprek. Respecteer elkaar. En zie om naar elkaar. Laat niemand in Ede eenzaam zijn of de weg naar het doel kwijtraken. Een gelukkig en gezond 2024. Dank voor uw aandacht.